2022 wordt een goed jaar en het begin van economisch herstel, zegt minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking aan onze redactie. De regering wil dit jaar de leefbaarheid van het volk verbeteren. Daarom zijn er in het afgelopen jaar allerlei verhogingen ingezet. Ramdien gaat in op de vraag wanneer er stabilisatie van de prijzen in de winkels te zien zal zijn. Ik weet dat men wacht op en men wil prijscontrole en ervoor zorgen dat de prijzen beheersbaar blijven, ook wanneer de koers stabiel blijft. Helemaal mee eens. En het ministerie van Economische Zaken is geïnstrueerd om daar harder aan te trekken. En ook zichtbaar, dus ook met het volk zien wat er gebeurt, dat er meer boetes worden gegeven. We hebben vaak genoeg gewaarschuwd dat koersstijging niet altijd direct vertaald moet worden in prijsverhoging. Omdat die goederen zijn geïmporteerd tegen een lager tarief. Maar dat gebeurt wel in de winkel natuurlijk. In sommige gevallen gebeurt het en die moeten worden aangepakt. Maar het is niet alleen daardoor. Het is wel zo dat de aanvoerkosten, de kosten van, van vracht, enorm zijn gestegen. Zeker met 400-500%. We zien niet een 400-500% stijging van de producten in termen van de prijs. Maar het is toch nog moeilijk. Dus waar we ons op richten en de president heeft aangegeven, koopkrachtversterking, dus het inkomen dat men ontvangt eind van de maand moet groter worden, dat men kan besteden. De bewindsman zegt te hopen dit jaar meer beheersbare prijzen te zien en dat de mensen veel meer besteedbaar inkomen overhouden, met als resultaat veel meer rust in de samenleving. Ramdien meent dat de regering zich nu veel meer gaat concentreren op de export. Het kon niet eerder, omdat de basis er niet was. Het was schuld. De inflatie was er. De koers was niet geweldig. Dus niemand gaat komen investeren in een land waar de fundamentele, zeg maar, omstandigheden van die economie niet goed zijn. Nu is dat wel langzaam aan het terugkomen. Nu is er een IMF, nu is er vertrouwen. Nu zie je investeerders ook komen. Ook uit Dubai. Men heeft zoveel vragen gesteld. Ja, er komen investeerders uit Dubai. En we gaan door op dat project. Nou, ze zijn er al. Oké, waar? DP World is al lang bezig te investeren hier. Okay, maar niet als haven, niet als haven, voor de offshore, voor de shorebase. Ja. En ze hebben aangegeven dat ze ongeveer 100 miljoen gaan investeren hier. Dus zij zijn al bezig met hun plannen. Die hebben ze al gezegd waarin? In die shorebase, samen met Surinaamse bedrijven. Okay. Samen met Suriname. Dus ook local content wordt daarmee gestimuleerd. Het Surinaams bedrijfsleven gaat profiteren van al deze investeringen. Dus dat is één, maar er zijn 4, 5 andere bedrijven die inmiddels hebben gepartnerd met een Surinaams bedrijf voor de shorebase. Kunt u namen noemen? Nou, op dit moment niet. Die van DP World is bekend omdat er presentaties gehouden zijn. Ze zijn meegeweest naar Dubai. Maar er zijn andere die inmiddels zijn geselecteerd. 4 van ze, die voldoen aan alle eisen. Omdat het private investeringen zijn, gaan wij niet zeggen van jij wel en jij niet. Iedereen mag. De komende week beginnen de loononderhandelingen met de vakbeweging en het bedrijfsleven, besluit Ramdien.